Heineken is ook opgegroeid met dit lied van The Rockets, Police and Thieves. En ze hebben dus ook furoren gemaakt in de jaren 70 en 80. En ja, het is goed om deze artiesten dan wederom terug te zien en ook op de beeldbuis. We gaan naar het einde toe van deze maand in Takkie. Aan het begin gaven we ook al aan dat we terug zullen komen op zaken die zijn aangehaald door minister Stuart Getrouw in DNA. Er zijn daar ook vragen gesteld over het criminaliteitsbeleid. En de minister heeft antwoord gegeven op de verschillende vragen die er zijn gesteld door de verschillende DNA-leden. We gaan naar dat moment terug. En eigenlijk is het zo dat we u erop willen wijzen dat er vandaag dan ook de vergadering, de DNA-vergadering, waarbij de begroting wordt behandeld, ook vandaag zal worden voortgezet. Maar hoe ging het eraan toe afgelopen dinsdag? U krijgt de volgende fragmenten. Dank u wel, meneer de voorzitter. De minister van Justitie en Politie heeft een heel goede uiteenzetting gegeven. Ik weet dat wat hij zegt, hij doet. Soms zegt hij niet, maar het is merkbaar in de samenleving. Hij heeft een goed team, een goede directeur, operationele dienst, iemand van het veld. Dus het gaat goed. De korpsleiding doet zijn best ook. Nationale veiligheid, u heeft het over nationale veiligheid, aantal zaken opgezond. Heel goed, minister, maar buurtgebonden politiezorg moet beter gestalte krijgen. De samenleving moet meer betrokken worden bij leefbaarheid en veiligheid. Het zich verenigen in een bepaalde appgroep. Per buurt, per straat, naast de buurtbewoners, liggende buren, is zeer belangrijk om ook de pakkans te vergroten. Via de buurtmanagers, de resorten, ook invulling proberen te geven daaraan. Vooral in deze tijd, omsingelen van de dader. En zo kunnen ze de politie bijstaan, vooral waar er wordt aangegeven in dit parlement ook. Dat politiebureaus vaak zonder voertuigen zitten. Ze kunnen wezenlijke bijdrage leveren. De criminaliteit van de afgelopen 4 jaar, vooral wat betreft de beroveringen, kunt u aangeven als we een dalende trend hebben of dat het anders is. De samenleving heeft recht daarop. De samenleving wil een wezenlijke bijdrage leveren daartoe. Maar ze moeten ook weten hoe die criminaliteit eruit ziet en hoe de uitvoering vanuit het ministerie plaatsvindt en verder gestalte zal. De heer Gangarampadé, u heeft gelijk, maar we zijn ook bezig om alle buurten zichtbaar te maken waar de buurtmanager, waar de hulp, de aanwezigheid van de buurtmanager meer dan nodig is. Ja, want u en ik weten het, de buurtmanager moet zorgen voor die brug tussen de gemeenschap en de politie. Ik hou er rekening mee. Minister, u moet gaan op zaken die buiten de microfoon worden gezegd. Met betrekking tot de veiligheid binnen de buurten, zijn we niet alleen bezig met het plaatsen van buurtmanagers in die gebieden, maar we zijn ook mee bezig om de beveiligingsbedrijven zichtbaar te maken, zodat er een goede samenwerking kan zijn tussen de Korps Politie Suriname en de beveiligingsbedrijven. Minister, hoe gaan we ervoor zorgen dat de Surinaamse samenleving, en als ik het heb over Suriname, dan heb ik over het landelijk aspect, dat we ons veilig voelen in Suriname. Niet alleen veilig met betrekking tot de aanpak van de criminaliteit, maar ook veilig met betrekking tot de aanpak van het gokprobleem. En laat me er dit van zeggen, wanneer we het hebben over criminaliteit, minister. Er is heel veel hier gezegd, ook door de minister van Sport en Jeugdzaken. Haar jeugdbeleid heeft ze inhoudelijk prachtig weergegeven. Maar realistisch en empirisch is dat vreselijk slecht. En ik ben van mening dat wij niet moeten wachten totdat die jongeren in de gevangenis belanden, want dan is het toch te laat. Mevrouw Ednel,
Met betrekking tot dat van de instelling van Gaming Board. Ik heb het al eerder gezegd, Gaming Board is belast met de toezicht over dit soort zaken zoals het aan de man brengen, aan ieder brengen binnen die winkels. Maar ik moet u geruststellen, we hebben de eerste stap al reeds gemaakt. De resolutie, de intrekkingsresolutie, die is reeds de deur uit. De vergunningen zullen worden bijgesteld, zodat er een betere controle kan worden uitgevoerd. Wat betreft het jeugdbeleid. Het heeft meer dan aandacht van justitie en politie. En het gaat, u heeft gesproken over een stukje preventie om te voorkomen dat jeugdigen vervallen. Daarmee zijn we ook bezig. We hebben de ondersteuning vanuit verschillende actoren. Goede samenwerking met UNICEF. Maar ik moet u ook meegeven dat ook de ouders, de gezinnen, de overgezinsleden worden meegenomen, ja, in die projecten. En zo brachten we dus een paar fragmenten van de vergadering, waarbij minister Zwartgetrouw dan aan het woord is geweest. Hij heeft antwoord gegeven op vragen van de parlementsleden die de vraag hadden gesteld, onder andere Kisho Persat Gangram Pandey en Patricia Etnel. Er was nog een langer gedeelte, maar we zullen dus nagaan wat er vandaag dan zal worden gezegd in DNA. En we maken dan ook nog we zullen dus ook fragmenten van die vergadering voor u gereed maken voor onze Martin Takkie morgenochtend. Ik bedank u voor de belangstelling wederom getoond vandaag en we zijn er morgen terug met een nieuwe aflevering. Goeiedag.